Je hebt het over naakt, je hebt het over huid. Ja, ik bedoel, het is heet. Ik bedoel, ze lopen niet met gold. Mensen hebben misschien een tankini aan of iets in die trant. Het is warm. Zij loopt veel in haar tankini. Vandaag is de première van Costa 2. Moet je dat eigenlijk zo zeggen? Costa 2? Er staan stiekem twee uitroeptekentjes achter, maar we noemen het gewoon Costa. Ik denk dat je hem gewoon harder moet zeggen. Costa! Mag ik jullie voorstellen, mijn dochter? En dat is Bibi. Staat dat voor bizar knap? Nee, Bibi seksueel. Nice. Hoe is de film geworden? Gaan we echt terug in de tijd ook, naar de oude Costa? Ja, we gaan ook zeker een beetje terug in de tijd. Door een lijntje van Katja en Tina. En daar is het gewoon hop erop. Neuken. Vind je het goed als ik heel even mijn klasje afmaak? Katja speelt gewoon de rol die ze ook vroeger speelde. Maar je gaat ook wel een hele nieuwe beleving ervaren met de nieuwe cast, de sterrencast. Moet deze première eigenlijk niet op het strand zijn? Och, dan had je even een maandje eerder moeten komen en dat even aan de organisatie moeten melden, want nu staan we hier. Katja, je beloofde ons op de persdag al een sexy outfit. Wat heb je aan? Oh shit, wacht heel even. Nee, daar heb ik echt op. Nathalie? Een vraag stelt. Oh, Nathalie van de Klashorst. Ik heb een... Wacht, nog een keer. Doe nog een keer. Wat heb je aan? Ik draag een Nathalie van de Klashorst. Met zeg maar in combinatie met andere mensen. Dat is jammer. Dat is jammer dat andere mensen als een soort lama de jurk opeten. Wat willen jullie dan? Tequila gangbang? Wat? Harry Mary? Gemmerthee? Squirting Sally, Dead Russian Dick. Hoe is de film geworden? Het is 90 minuten lang vakantie. Als je de film hebt gezien, ga je vakantie boeken. Je zit een beetje met elkaar in een soort bubbel. Dus we hebben het met elkaar gezien. Ah, wat leuk, hè? Ja, wat leuk. Ja, ik ben gewoon heel bang dat iedereen het straks gewoon... Ja, dit is gewoon helemaal kut. Wat een kutfilm. Degenen die de eerste Costa hebben gezien, die zullen ook heel veel herkennen. En het is sowieso dezelfde vibe, maar dan van deze tijd. Hij is veel grappiger dan de eerste. Het is echt een sexy komedie. Maar het is ook wel een beetje braver geworden, toch? Dat zou ik niet zeggen. Nee. Ik denk dat het een hele hete, zomerse, gezellige film is en dat daar niks braafs aan is. En is er nou ook een beetje huid te zien in de film? Nou, je ziet mijn huid nogal. Shit, man. Een en al huid. Je hebt het over naakt, je hebt het over huid. Ja, ik bedoel, het is heet. Ik bedoel, ze lopen niet met gold. Mensen hebben misschien een tankini aan of iets in die trant. Het is warm. Zij loopt veel in haar tankini. Katja, ik heb nog een vraag voor jou. Want jij werd door een van de weekbladen gespot met een man op het terras. Is er weer een man in jouw leven? Ik heb wel een heel leuk iemand ontmoet, maar het is te pril om te zeggen dat er een... Nou ja, er is wel een man in mijn leven, maar ja. Leuk, hè? Ja, zeker. Is het een speciaal iemand? Het is een heel speciaal iemand. Ik heb de vraag aan huis filmen. Oké, nou, heel goed. Dan heb ik nog... Oké, is goed. Nee, dat heb ik niet meer. Hebben jullie vroeger ook Costa gekeken? Nee, man. Ik heb wel stukjes gezien. Ja. Stukjes? Ja. Voor de film. Ja. Stukjes van de film gekeken. Nee, ik heb niet... Ja, ik heb hele specifieke stukken opgezocht en daar weer gestopt. Ja. Zon, zee, seks, drank, dansen, alles zat erin. Ja, klinkt als een dinsdagavond. Hoe oud was je bij de eerste film? 17 of zo? Nee joh, dat is heel lang geleden. Oh. 2001. Ja, 2001. Het was niet. Toen was ik het nog niet. Ik was net iets te jong toen die film uitkwam. Mocht hem nooit kijken van mijn ouders. Ja. Wat heb je dat wilde? Ik wilde deze film, ik wil hem nog steeds elke dag zien, maar dat ik kan... Dat zeg je al jaren inderdaad, ik kan, dus eigenlijk ja. Gewoon, jouw droom er vandaag uit. Ik kan hem nog steeds niet kijken, mijn ouders verbieden het nog steeds. Hij kan zo met zijn ogen dicht zitten. Ja. Maar die film is toch ook al heel erg, heel lang geleden. Ja, nou precies, dan was ik 5. Moet je nagaan. Dat kan je je nog herinneren? Het is een beetje van, oké, zo was het ongeveer. Maar mocht je dat toen kijken dan? Ja. Toch heel veel bloot in? Ja, nou ja, ik was al, ja, weet ik veel. Ik was er vroeg bij. Ja, dus ik ben ook bloot vandaag, dus ja, waarschijnlijk boeit dat niet zoveel. Had je vroeger ook Katja boven je bed hangen? Ik heb serieus een post van Katja gehad. Nee, ja, ik had Daan Schuurman. Echt? Ja. Ik heb haar nog nooit gezien, want ik mag niet kijken van mijn ouders. Ja, hij heeft er wel boven de bed hangen, maar hij kijkt niet. Nee, ik had andere posters boven mijn bed. Ja. Wie dan? Ja, Michael Jackson. Ben je niet bang dat jullie misschien een beetje te oud zijn voor Costa? Te oud? Nou, dit gesprek is klaar. Gevaarlijke vraag. We gaan. Zegt hij nou dat we oud zijn? Wij zijn absoluut niet de doelgroep. Voor ons is de film niet gemaakt. Zo maar wij pijnlijk. Zijn hier super... supportive. Ik zeg niet dat jullie oud zijn, maar misschien wel te oud voor Costa. Nee, je bent nooit te oud voor Costa. Zeiden zij in koor. Dag. Dag.